je wel eens? Ja, best wel vaak. En wat doe je precies? Hockey. Ik speel volleybal elke week bij een recreantenclub. Doe je nog meer dingen daarnaast? Ja, ik ga af en toe eens hardlopen, zeg maar, met mijn moeder. En daarnaast probeer ik 2 keer in de week te sporten bij sportschool nog. Hardlopen probeer ik 2 maal daags te doen. En in ieder geval 's ochtends en 's avonds. 2 keer per dag? Ja, 2 keer per dag. Fitness, tennis, rennen. Bij Fox Gym, een krachttraining. Wat heeft u zojuist hier gedaan? Eerst een uurtje aquajoggen en daarna X-Go. Ik heb een bodypumpless gedaan. Doe je dat vaker? Ik doe dat 2 keer in de week. Dus ik doe een half uurtje tot 3 kwartier cardio en daar doen we wat kracht. En als je gaat hardlopen, heb je dan ook een app die je installeert op je telefoon? Nee, ik heb alleen maar wel eens muziek, zeg maar, aanstaan. Of muziek of geen muziek en dan gewoon een timertje aanzetten en kijken hoe lang ik erover doe. Maar geen apps. Mijn vriend doet dat wel. Om inderdaad te bepalen hoe ver hij gerend heeft en hoe hard hij gelopen heeft. Ja. Nee. Ik ben niet zo app-achtig, nee. Ik heb eigenlijk geen apps. Het is ook allemaal iets te ingewikkeld, denk ik. Ik heb nu MyFitnessPal geïnstalleerd. En ik heb er nog een, daar staan oefeningen in. Runkeeper. Nee, omdat ik nu bijna gewoon aan de groepslessen meedoe. Dus ja, dan heb je daar toch niks aan. Nee, ik heb het al echt heel vaak zien langskomen, ook op Facebook, dat mensen dat dan echt delen en zo. Maar nee, ik wil gewoon sporten en verder niks. Ben je van plan om het op te pakken? Het hardlopen, ja. Ja. Dus dan zou misschien zo'n app, ik heb er totaal niet in verdiept. Ik dacht eigenlijk dat het alleen maar, dat ze er alleen maar waren om routes te berekenen en snelheid per uur en zo. Maar als het er ook is bijvoorbeeld om van die schemaatjes te doen, om het op te bouwen, dat zou eigenlijk best wel wat zijn. Ja. Precies, het kan, er zijn apps voor. Alleen ik heb niet de beste telefoon, dus die kan dat allemaal niet zo goed aan. Dus ja, dat is eigenlijk wel de reden waarom. De meeste kosten wel geld eigenlijk. Dus ja, en zorg ben ik er ook weer niet mee bezig. Nee. Maar als het gratis is, zou je het dan willen? Ja, dat wel.